Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki rekent op steun wereldleiders bij aanpak klimaatvraagstukken. Het ministerie van Defensie geeft meer duidelijkheid over immigratiedienst. Ayurveda-tuin in teken zesde wereld Ayurveda-dag. 178 COVID-lijn gaat nu efficiënter te werk. En total lockdown tijdens Diwali. Suriname heeft als een van de weinige CO2-negatieve landen ter wereld gedurfde stappen gezet om mitigatie- en adaptatiemaatregelen te identificeren. Het land heeft veerkracht opgebouwd om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. En dit deelde president Chandrika Prasad Santokki dinsdag mee in zijn toespraak tijdens de 26e klimaattop in Glasgow, Schotland. We hopen dat de wereld onze inspanningen erkent en ons steunt. Terwijl we een nieuwe architectuur van groene ontwikkeling creëren, waar natuur en moderne ontwikkeling in harmonie bestaan. Aldus het staatshoofd. We see our commitment as a moral, developmental and environmental investment for which appropriate compensation means and mechanisms need to be created to support sustainable transition in a green economy based on renewable energy sources. Our ambitious NDCs identify four sectors that generate 70% of Suriname's emissions, while at the same time they generate most income for the people of our country. Madam Chair, Suriname, being one of the few carbon negative countries in the world, has taken bold steps to identify mitigation and adaptation measures to build resilience to counteract this effect of climate change and to reduce emissions while continuing to conserve our biodiversity and strengthening sustainable forest management. We hope that the world recognizes our efforts and supports us while we create a new architecture of green development where nature and modern development exist in harmony. Suriname remains committed to the Paris Agreement and with its limited means will continue to protect and preserve and maintain our forests and biodiversity in a positive and balanced manner. Madam Chair, we expect the same commitment for all those gathered here today and those who are not here. Our decisions and commitments must be global, forceful, trustworthy, but above all, realistic and supported by political will and financial means. Leaders, our youth is waiting to see what we decide to create, a secure and sustainable future, and what we leave them behind to build on. No doubt, an enormous task, but we owe it to this and next generations. And with collective will, we can save the world. Let we express leadership, let we take responsibility, and let we make the difference to save our planet. I thank you for your kind attention. God bless you all. Thank you. Thank you, Your Excellency. De immigratiedienst is belast met de controle op het binnenkomen en uitreizen van vreemdelingen via de daartoe bij wet ingestelde posten. Luitenant-kolonel Petrus Wasimin, commandant van de militaire politie, is op dinsdag 2 november 2021 tijdens een persconferentie van het ministerie van Defensie ingegaan op het reilen en zeilen binnen de immigratiedienst als werkarm van het departement. Luistert u met ons mee. We hebben ook daar een systeem, het border management systeem, BMS systeem. Het border management systeem is niets anders dan een elektronisch hulpmiddel voor de immigratiedienst bij de afhandeling van het personenverkeer. Het leest
elektronische gegevens in de paspoorten van vele landen over de hele wereld, waaronder Suriname. Het systeem vergemakkelijkt de passage en de legitieme reizigers. Voorts identificeert het degenen die zijn uitgesloten van het binnenkomen of het verlaten van het land. Het systeem biedt ook toegang tot informatie over de reizigers via nationale en internationale gegevensbronnen. Het kan data van 3 miljoen personen opslaan en verwerken. Het beheer van het BMS-systeem, Border Management Systeem, is opgedragen aan het DNV, Directoraat Nationale Veiligheid. Dan wil ik verder verplaatsen naar Albina. Op Albina komen de passagiers voornamelijk uit Frans-Guyana met de veerverbinding het land binnen. Er zijn mensen met Franse nationaliteit en ze zijn visumplichtig. Pardon. En ze hebben een reisvisum nodig om Suriname binnen te komen. De veerverbinding die wordt onderhouden daar door de veerboot La Gabrielle van de Fransen, waarbij er vanaf 1 november 2021 de afvaarten verruimd zijn. In het verleden was het vanwege COVID bijna geen afvaarten, maar we hebben laatst bericht gehad dat de afvaarten 5 dagen per week in plaats van 2 dagen. En zoals je ook hebt gehoord in de media, op korte termijn, of op termijn zullen er langs de Marowijnenrivier meer controleposten worden ingesteld ter beteugeling van de illegale migratie en ook de controle op de COVID-maatregelen. Ik wil even dan een doorgeven hoeveel passagiers wij per week hebben afgehandeld. Op Sanderij zijn er mid-Atlantische vluchten, dat is KLM en SLM, hebben ze 3 om 3 per week. En op weekbasis zijn ongeveer 1500 tot 1600 passagiers die we afhandelen. Ja, dat is de mid-Atlantische route. En de regionale route, dat is Caribisch gebied en omgeving, om en bij 500 passagiers hebben verwerkt. Op Albina met de vaart ongeveer 100 passagiers. En ik wil daar een kanttekening plaatsen dat we naast de veerboot, dat we om en bij 80 tot 100 vaarten per dag. Dat zijn de illegale, dus kleine bootjes die oversteken van Frans-Guyana naar. Daar hebben we nog geen overzicht, maar we zijn bezig beleid te ontwikkelen. Ja, de overheid is bezig, de defensieorganisatie is bezig beleid te ontwikkelen om het te reguleren. Wereldwijd herdenkt men Ayurveda-dag en dat is op 2 november. In dit kader is er een aanzet gegeven voor het verbouwen van medicinale planten op het terrein van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit in samenwerking met de Indiaanse ambassade in Suriname. Het betreft de eerste Ayurvedische tuin in Suriname. De bedoeling is dat Suriname kapitaal, kennis en technische medewerking ontvangt om een Ayurvedische industrie op te zetten. Het land kan heel veel voordelen halen uit deze sector. Kijkt u mee. In november hebben we Diwali en elk jaar is het 2 dagen voor Diwali hebben we Ayurveda dag. Dat is eigenlijk herdenking of verering of wat je ook mag noemen. Die wordt extra aandacht gegeven aan het wetenschap van het leven. Ziek worden, preventie, kruiden, medicinale planten, voeding, gezondheid. Dus het is eigenlijk een dag van gezondheid. Inderdaad, er is net een bord onthuld en een aantal plantjes geplant. Als zeg maar, herinnering, maar ook start zijn van een initiatief
van de overheid van India via de ambassade om te stimuleren het gebruik en ontwikkelen van medicinale planten in Suriname. Je weet, jaren terug was er al een congres geweest in Suriname. Het initiatief was toen daar ook al genomen. En recentelijk is er een MOU gesloten en die MOU moet invulling krijgen. En daarmee wil de Indiaanse ambassade het ministerie van LVV helpen. En je weet, het ministerie van LVV is ideaal, want men doet heel veel op het gebied van planten. Well, to start traditional medicine in a legal regulatory framework, and it's a prerequisite to have a nursery, nursery of medicinal plants. Because unlike Western medicine, you need medicinal plants for the practice of traditional medicine, especially Ayurveda. You need everything fresh. So most of the plants that we planted here, they are eight among the ten. They are from Asian continent, and we want to demonstrate that it can be grown on this soil, and it can be grown in the backyards as we do back home in India. And these are all very important plants in the practice of naturopathy, we may call it, or grandma recipe for remedies, or folk medicine, as you may give it a different name. And so this World Ayurveda Day, that is the sixth time we are celebrating in a row in Suriname. So we have collaborated with Agriculture Ministry. They have got a bigger ground. This nursery has to be looked after, and only they have the expertise. And therefore we have chosen, and they are also readily agreed. We are grateful to them for hosting this nursery. It's a very mini prototype model. And I hope this will inspire large-scale projects in future. It will be scaled up. And also it will create public awareness. It's just right across the road. And it's a very, it's prominently located. I urge Suriname households to plant all this. And the government, through Ministry of Agriculture, has agreed to impart knowledge to grow these plants. Het aantal telefoontjes dat via de 178-COVID-lijn wordt behandeld, is de afgelopen periode sterk teruggebracht. Zowel de inkomende als de uitgaande gesprekken zijn mede door het versturen van sms'jes verminderd. Zo gaf Bart van Lohuizen, coördinator van de 178-COVID-lijn, aan tijdens de COVID-19-persconferentie op donderdag 28 oktober 2021. Van Lohuizen vertelde ook dat het gebruik van zuurstofconcentrators in kaart is gebracht. Op dit stuk is veel werk verzet. Een veelgehoorde klacht in de samenleving was de bereikbaarheid van 178. Wat we hebben gedaan, we hebben een aantal data met elkaar vergeleken. De blauwe kolom ziet u de periode van 1 september tot 26 september. De oranje kolom laat zien de periode van 1 oktober tot 26 oktober. Wat we dan zien, helemaal links, is de blauwe kolom, dat 178 ongeveer 1303 telefoontjes per dag kreeg. Dat is inmiddels afgezakt naar 584 telefoontjes. De actie, de interventie welke we daar hebben ingezet, is dat we de negatieve uitslagen in plaats van doorbellen, door sms'en. Dit zorgt dat 178 beter bereikbaar is en dat de medewerkers de zaken kunnen doen waarvoor ze aangesteld zijn. Dan kunnen we zeggen het aantal inbound, daarmee bedoelen we de aantal inkomende telefoontjes. Dat was ruim 22.000, ziet u links, de middelste kolom blauw. Inmiddels is dat 14.000. Dan de outbound, dat is de uitgaande telefonie. Dat is de laatste kolom. Blauw zien we ruim 12.000 telefoontjes. Waarom 12.000? Dat is omdat we de positieve en de negatieve uitslagen gingen doorbellen. Inmiddels is dat verlaagd naar 2500.
En dat is te danken aan de sms'jes die we inmiddels versturen. Daarnaast wil ik iedereen oproepen om ook regelmatig te checken op de site www.bogsuriname.com. Daar staat alle actuele informatie beschreven. Twee weken geleden hebben we gesproken over de zuurstofconcentrators. De zuurstofconcentrators zorgen dat mensen langer in de thuissituatie kunnen blijven. We hebben deze apparaten in bruikleen gekregen vanuit het buitenland. De blauwe kolom laat de 220 volt apparaten zien. En de oranje curve laat zien de 110 volt apparaten. Wat in de praktijk waar te nemen viel, was dat de apparaten eigenlijk te lang bij de mensen thuis bleven. Gemiddeld genomen, dat heb ik me laten adviseren door de infectiologen, kunnen we concluderen dat iemand ongeveer 7 dagen de zuurstofconcentrator nodig heeft. Als men het toch langer nodig heeft, is dit een bijzonderheid en moet er een herbeoordeling van de cliënt of patiënt plaatsvinden en volgt eventueel een ziekenhuisopname. De afgelopen weken hebben we hier heel veel effort in gestoken als team. We hebben een track-and-trace tool ontwikkeld, zodat we ook kunnen zien welke patiënten hebben op dag 7 nog steeds de O2-concentrator. Dan komt of de huisarts of de thuismonitoringsarts evalueren of het al of niet nog nodig is. Niet inleveren, dat staat ook rechts bij punt 3, is herbeoordeling door de huisarts of door de 178-arts of eventueel een ziekenhuisopname. Deze slide is eigenlijk vooral bedoeld voor de huisartsen. Ook al deze informatie is te vinden op www.bogsuriname.com. Sinds 2 weken hebben we de werkinstructie dat de huisartsen actief de ontslagpatiënten doorgeven. Waarom dit belangrijk is voor ons, we willen weten hoeveel mensen zijn er positief thuis en hoeveel mensen zijn er genezen, zodat we wekelijks up-to-date data beschikbaar hebben. Op donderdag 4 november wordt wereldwijd Diwali, oftewel het lichtjesfeest, gevierd. Diwali herinnert een ieder eraan het kwade en het negatieve in zich te overwinnen door het goede en daarbij het positieve meer ruimte te geven. Op deze dag is het normaal dat familie, vrienden en kennissen bij elkaar komen. Echter, ook dit jaar zijn tijdens Diwali de COVID-maatregelen van kracht. De samenleving wordt eraan herinnerd dat voor alle nationale feestdagen het uitgaansverbod geldig is. Dus ook op donderdag 4 november. Het uitgaansverbod gaat op woensdag 3 november om 21 uur in en duurt tot vrijdag 5 november om 5 uur 's morgens. Met de totale lockdown op feestdagen wil de regering voorkomen dat er tijdens deze hoogtijdagen te grote groepen mensen bij elkaar komen met het risico op besmetting met het COVID-19-virus. Houdt u zich aan de regels en voorkom verdere verspreiding. Laat u zich vooral vaccineren, zodat u en uw naasten veilig en beschermd zijn. Dit was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. En voor morgen een Shubh Diwali toegewenst. Goedenavond.